Vandaag gaan we in gesprek met de president van de Republiek Suriname, president Chandrika Prasad Santokhi, over de huidige situatie in ons land. President, de gebeurtenissen van vorige week vrijdag hebben invloed gehad op de burger in Suriname. Welke boodschap heeft u voor de burgers? Ja, mevrouw, ik denk dat de gebeurtenissen zo ernstig zijn geweest dat ze niet alleen invloed gehad hebben op de burgers, maar ook op de regering, ook op de president. En we zijn allemaal aangeslagen. Wat er allemaal gebeurd is in ons land, in onze lobby Suriname, wat we al die tijd niet verwacht hebben, is gebeurd. Het is zeer ernstig. En natuurlijk kijken we naar alle aspecten. Wat er gebeurd is daar zo. We zien de burgers die een beetje onrustig zijn geworden. Burgers die onveilig zijn geworden. Burgers die om hulp vragen. En wij als regering, zeker ik als president, moet naar ieder luisteren. Moet met de juiste voorzieningen komen. Dat er weer rust ontstaat. En natuurlijk kan ik best begrijpen dat in het begin het leek alsof we als regering meer zaten in de sfeer van maatregelen treffen. Nee, als zoiets ernstig gebeurt, moet je direct zorg dragen dat rust en veiligheid er is voor iedereen. Ook voor die demonstranten. En daarom hebben we misschien wat maatregelen getroffen die niet zo prettig leken. Maar het was op dat moment rust brengen, veiligheid brengen. In de samenleving, dat de burger zich veilig gaat voelen, dat de winkeliers zich veilig gaan voelen, iedereen veilig gaan voelen. En daarom heb ik ook een bezoek gebracht aan die winkeliers die schade hebben geleden. Heb ik ook een bezoek gebracht aan die slachtoffers, om ons medeleven te betuigen. Er is veel pijn, er is veel leed, er is veel onrust. En daar waar er zoveel pijn is ontstaan in de samenleving, bij burgers, wil ik als president ook namens de regering mijn excuses aanbieden dat het zo ver is gekomen en dat mensen zoveel pijn en leed hebben geleden. Maar we gaan als regering alles doen. En dat doen we al binnen de regering. Om zoveel mogelijk voorzieningen te treffen voor de samenleving, dat er binnenkort verlichting komt. President, we hebben begrepen dat er een nationaal dialoog komt. Wat houdt die precies in? Ja, mevrouw, we hebben naar de reacties geluisterd vanuit de samenleving. Misschien ook al voor afgelopen februari 17e. Dat er een roep is vanuit de samenleving dat men gehoord wenst te worden. Dat men ombuiging van beleid wenst. Maar na 17 februari is die roep luider geworden. Men wil gehoord worden. En ik als president heb ook beslist dat we ze allemaal gaan horen. Horen van wat hun inzichten zijn, wat hun adviezen zijn, wat hun kritieken zijn, wat wijzen ze af. Maar ook horen hoe we die problemen gaan oplossen. Want die problemen zijn er, maar we willen samen oplossen. Het is ons dialoog. En natuurlijk willen we ook van alle organisaties, alle personen horen, namelijk welke concrete voorstellen ze hebben. En al deze zaken willen we ook meenemen in ons beleid, in aanpassing van ons beleid, in het stellen van prioriteiten, in ombuigen van het beleid. Maar meer nog, wat doen we met die samenleving? Wat wil die samenleving? Hoe kunnen we meer verlichting daar brengen? Wat doen we met de jongeren die ook een roep hebben, die ook een goede toekomst willen hebben? Wat doen we met die ondernemers? Luister naar ieder. Laat niemand het gevoel krijgen dat ze uitgesloten zijn in dit proces van dialoog. President, wat betekent zo'n nationaal dialoog voor elke burger in ons land? Kijk, maar vooral wat duidelijk is, is dat de samenleving verlichting wil. De samenleving wil zo snel mogelijk oplossing van de situatie waarin zij verkeren. En natuurlijk hebben wij als regering onze visie en we voeren ons beleid om daarin verlichting te brengen. Maar ik heb de overtuiging dat er misschien ook betere oplossingen zitten,
andere oplossingen zitten, snellere oplossingen zitten daar in die samenleving. Bij die verschillende organisaties, bij verschillende burgers. En laten we ze allemaal eruit halen. Door hun te horen, door hun de kans te geven om hun zegje te doen, om hun visie te presenteren, om hun oplossingen te presenteren. Maar wij gaan wel ook een vervolgtraject ontwikkelen als we alles gehoord hebben. Dat we ook verder gaan, samen gaan en samen gaan werken en samen gaan doen. Wat kunnen ze concreet van ons verwachten? En ik ben al begonnen om die voorzieningen te bespreken in de samenleving. Er is een issue geweest bijvoorbeeld dat de studenten te veel moeten betalen voor internet. Telestuur heeft al opdracht gehad om vandaag een aangepast plan te presenteren. Dat mensen, burgers, met name studenten, minder moeten gaan betalen omdat ze internet nodig hebben voor hun studie. Er is al een voorstel, er komt een bekendmaking daar binnenkort. We kijken ook naar die armoedegrens. Misschien dat dat hoger op getrokken zal moeten worden, dat we meer mensen kunnen beschermen, meer mensen hulp kunnen geven. Als die belastingsschijven aangepast kunnen worden, kijken we ook daarna. Daar heeft de minister van Financiën opdracht gehad om met de Belastingdienst dit te gaan uitwerken. Dus er zijn heel wat clusterteams van minister nu al bezig om verschillende voorstellen uit te werken. En vandaag, vrijdag, moet ik de voorstellen allemaal krijgen, zodat we dit maandag goed in regering verband kunnen bespreken. Allemaal met als doel dat er zo snel mogelijk, misschien sneller dan wat we eerder gepland hadden, die verlichting kunnen brengen. Dus je ziet dat alles nu in een soort stroomversnelling komt. En daarom hebben we de samenleving ook nodig in deze fase. Want als die samenleving, die organisaties, ons ook kunnen helpen met die registratie, dan gaan we het nog sneller doen. Als die samenleving en de organisatie ons kunnen helpen, daar zijn er doelgroepen die misschien voor ons nog niet zichtbaar waren, om die ook te registreren, daar hebben ze ons ook geholpen. Dus nogmaals, we gaan deze fase tegemoet met het treffen van zoveel mogelijke voorzieningen, dat er zo snel mogelijk verlichting komt. President, wie mogen deelnemen aan de Nationale Dialoog? Ja, Marianne, in feite zou ik alle Surinamers willen horen. En die kans gaan we ook geven. Maar natuurlijk beginnen we alvast met die georganiseerde organisaties, de verenigingen, de associaties, sociaal-culturele organisaties, de bedrijfslevenorganisaties, de vakbondsorganisaties, de sociale instellingen, de personen met een beperking, politieke organisaties, de groep die protesteert. Al zijn ze niet georganiseerd, dan nodigen we de individuen uit. De personen in die sociaal zwakkere buurten, in de verschillende wijken, de organisaties die daar zijn. Zo breed mogelijk participatie van de samenleving bij het proces van Nationale Dialoog. En het zal niet eindigen zolang er nog personen en groepen zijn die gehoord willen worden. En we starten al aanstaande zondag. Dialoog voeren op nationaal niveau, president. Welke acties worden nog meer ondernomen om uit deze economische situatie te komen? Nou, in feite waren we als regering bezig om verschillende doelgroepen te identificeren om hen te helpen. Met sociale steun, met financiële steun. En met die ontwikkelingen, de ernstige incidenten en ook een signaal. Ja, laat het mij ook dat duidelijk aangeven. Ook een signaal dat wij als regering nemen, halen uit 17 februari. Is dat we nu nog sneller, met meer snelheid, met hoger tempo, moeten tegemoetkomen aan die samenleving, die noden van de samenleving. Verlichting brengen in de huishoudens, die koopkracht versterken. Die subjectsubsidie brengen naar de verschillende doelgroepen. De huismoeders kijken uit naar die ondersteuning. Die alleenstaande moeders, die alleenstaande vaders, de kinderen, de jongeren, die kijken uit
naar een stukje verlichting. En dat is wat we nu versneld gaan uitvoeren. Dat is wat we nu als prioriteit hebben aangegeven op de regeringsvergadering van afgelopen woensdag. En dat we alle financiële middelen moeten reserveren voor een sociaal programma. Ook internationaal hebben we bijstand gevraagd. En ook vanuit de internationale gemeenschap hebben we gisteren bericht gehad dat er meer geld gereserveerd zal worden naar Suriname voor wat betreft uitvoeren van sociaal programma. Dus wat dat betreft kunt u van ons als regering verwachten dat de hoogste prioriteit zal zijn binnen ons beleid om de sociaal zwakkeren, de personen in de samenleving die steun nodig hebben, de mensen in de samenleving, de burgers in de samenleving die een stukje koopkracht nodig hebben, dat ze allemaal door ons met een sociaal programma ondersteund gaan worden. President, tot slot, welke boodschap heeft u voor degenen die allen zullen deelnemen aan ons nationaal dialoog? Wat ik tot nog toe vernomen heb, aan de hand van reacties, aan de hand van ook ingezonden stukken, aan de hand van ook de discussie in de samenleving, is dat vrijwel aan ieder afgekeurd heeft wat gebeurd is op 17 februari. En dat geeft al aan hoe wij als Surinamers in elkaar zitten. Dat ook aan Abu, verschil van mening, verschil van inzicht, verschil van politieke kleur, die dingen kunnen hebben. Maar als zoiets ernstig gebeurt, dan voelen we ons als een manno, die is nog kan. Dit is onkan. Dit is Surinaams. Dit kennen we niet. En dit is wat we nu moeten doen. Bundelen van de Surinaamse gemeenschap. Samenbrengen van de Surinaamse gemeenschap. Respect tonen naar elkaar. Tolerantie verhogen jegens elkaar. Maar ook elkaars opvattingen accepteren. Ook al zijn die opvattingen niet jouw opvattingen. Respecteren, accepteren. Dat is wat we nodig hebben tijdens zo'n dialoog. Dat wij als Surinamers meer respect moeten tonen naar elkaar. Aan de andere kant moeten we ook beseffen dat wij in dit land leven. Dat we nu problemen hebben. Maar een onuwang. Onuwang kan los dit probleem op. No one trasuma. No one trasuma ook kon los het probleem die onu op. Wij als Surinamers moeten dit samen oplossen. En ik heb de overtuiging dat er heel wat goede ideeën zijn. Goede oplossingen zijn. In de samenleving. Recentelijk, gisteren nog, zat ik met een groep om te praten over hoe kunnen we de samenleving ondersteunen met voedselpakketten. Dat is een idee daar zo. President, als u dat wil doen, dan kunnen we besluit nemen alleen Surinaamse producten. En dan zoeken we alles wat in Suriname is aan Surinaamse producten. Dan helpen we de Surinaamse ondernemers. Helpen we ook Surinaamse productie. En dan brengen we gezonde voeding ook. In plaats van blikjes, waarvan we niet weten wat er allemaal in die blikjes zit. Het is maar een voorbeeld van hoe Surinamers met goede ideeën kunnen komen om dat Sarnama zijn te versterken. Dat Surinaams gevoel, dat wij-gevoel meer inhoud te geven. En dat is een indicatie dat we bereid zijn. En dat we weer als Surinamers laten zien, ai, het is ernstig, maar we hebben veerkracht. We halen die positieve dingen eruit van wat er gebeurd is. En met die positieve willen we iets goeds terugbrengen voor onze samenleving. En dat is wat ik verwacht, dat iedereen die uitgenodigd wordt met goede ideeën komt. En ook, als je kritiek hebt, ja, erin kom. Gaat respecteren in een open en eerlijke communicatie. En wij willen ook als regering, ik zeker als president, iets beters van maken met al die ideeën. Die de personen, die de organisaties eigenlijk gaan aandragen tijdens zo'n dialoog. President, heeft u zelf nog wat eraan toe te voegen? Wel, ik denk dat het bijzonder belangrijk is om als slot
dit mee te nemen. En we zingen het heel vaak uit volle borst. En dat nadeel zou we zingen uit mi kondre tru mi lobio. Dat gado senu konadoti u tangwa pisi ding. En dat geldt voor ons allemaal. Dat we tangwa tenjaso na mama sernang. En dat na aboskopu sami wangi. Ko mek wan bunsani. Ki a shatu ting. Sa gado poti jaso. Ko sur lobby, respecti, ko bondru, ko roko sama, ko bowa kondre op, unu na gwewe gwe, ma sawe lip, paka gidem ching, fu unu de ching sa okon, ko lip lobby, ko libon bu mama sanan, ko roko, problem de, ma unu lek sanaman, anga bondru, anga respecti, uma losen op. Dat u zor in het verleden, dat u zor nu. En mij hebben bribi, mij sabde zijn naman, mandi mandi de, maar een lobby wil lossen op. Onzekerheid de, maar roko makandra wil lossen op. Dus, mij hebben bribi, lek president, mij sabba kondre, mij sabde zijn naman, wo roko, wo bondru, en wo los de probleem samen. Milek president, mi aba esi fu archiu. En mi aba bribi, dat u aba oplossing tu. En mi respecti a oplossing sa u ochagia president, fu chawa moro, moisa nang, giu nu alasma. Gran tangi president.